Op 4 en 5 mei herdenken we de doden die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog en vieren we de vrijheid. Op 1 juli sta ik met heel wat mensen stil bij de afschaffing van de slavernij. Het is onze gemeenschappelijke geschiedenis. Wat ook onze gemeenschappelijke geschiedenis is, is 15 augustus. Het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Nederlands Koninkrijk. Want toen werd Nederlands-Indië bevrijd. En daarom draag ik op 15 augustus de Melati, de Indische jasmijn. Omdat dat ook onderdeel is van mijn geschiedenis.